het idee is van we nemen het museum over. Niet op een agressieve manier, maar op een vriendelijke manier. Dat vertaalt zich in dat we bijvoorbeeld alle werken die hier hangen, niet op de muren van het museum hangen, maar dat we zelf constructies hebben gemaakt die de werken tonen. Mijn studie industrieel ontwerpen heeft wel bij mij getriggerd om ruimtelijke dingen te tekenen. De begane grond is een gesloten ruimte waar je in kan gaan en die toont de invloeden. En dan ook de eerste verdieping, het gaat dan meer over gelaagdheid. En op de tweede verdieping is er één groot object dat dan midden in de ruimte staat en alle ruimte in beslag neemt.